Zowel zaterdag als dinsdag als gisteren hebben we de zogenaamde softdrugs aangetroffen, maar spijtig genoeg ook een aantal harddrugs, dat toch wel in enkele kilo's te vertalen is. En vooral naar straatwaarde zitten we om en bij de 400.000 euro. En het gaat om vooral over cannabis, marihuana, cocaïne, heroïne, dus al die dingen. Ecstasy komt er ook bij. Dus die ja, zeer gegeven op de markt. En die spijtig genoeg, zoals gezegd, ja, nog steeds goed verhandeld worden. Hè.